Hoi, fijn dat je weer kijkt naar het Toppersjournaal. Een journaal speciaal voor alle toppers van Sherpa. Weet je nog, al die afspraken die we hebben met elkaar en die we al een tijdje zo goed volhouden? Het handen wassen, afstand bewaren, even geen bezoek ontvangen. En niet meer naar het werk of de dagbesteding en vooral binnen blijven. Al die afspraken, die moeten we nog wat langer volhouden. Zelfs wel tot eind april. Dat is natuurlijk best nog wel een lange tijd. Hoe komen we nou de dag het beste door? Inge van Lievenhogen vroeg dat aan Annette. En zij heeft een paar hele goede tips. Luister maar. Hoi, ik ben Inge en ik ben coach van het ervaringsdeskundige team. Nou ja, zoals jullie misschien allemaal wel thuis zitten, zit ik nu ook thuis. Normaal komen we als ervaringsdeskundige team elke week bij elkaar. Maar ja, dat gaat nu helaas niet vanwege het coronavirus. Tja, het is eigenlijk wel een beetje een rare tijd, hè? Nou ja, Annette Martinez, die is ervaringsdeskundige. En ze woont samen met haar man Nars in Hilversum. En ik ben al heel benieuwd hoe het met haar gaat. Dus ga ik haar video bellen. Kijken jullie mee? Hey, hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, wel stil, maar weinig mensen te zien, maar verder goed. Ja, dat geloof ik wel, want we zitten nu thuis vanwege het coronavirus met z'n allen. En jij natuurlijk ook? Ja. En hoe is dat dan voor jou? Nou ja, voor mij in principe probeer ik me nu te vermaken met mijn diamond painting. Want ik ben best wel creatief, dus dat vind ik wel leuk om te doen. En ja. Ik ga met de honden uit en zo. En gewoon je toch proberen je ding te blijven doen, zeg maar. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is, of niet? Ja, want begeleiding komt natuurlijk nu ook niet bij je thuis. Dus je moet nu veel zelf dingen doen. Dus ja. Ik heb wel een soort van schema gemaakt. En dat helpt wel, zeg maar, dat je weet wat je toch moet gaan doen, zeg maar. Dat niet dingen blijven liggen. Nou, dat is wel heel mooi. Ja. En jij zegt dat jij een schema hebt gemaakt. Ja. Heb jij nog tips voor anderen die ook thuis zitten? Nou ja, wat ik ook zeg, probeer ook zo'n soort schema te maken. Een soort dagoverzicht voor jezelf. Dat kun je natuurlijk samen met je begeleiding doen. Maar je kan het natuurlijk ook als zelf doen. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk wel leuk. En ja, als je van creatief houdt, proberen creatieve dingen te doen. Dus nooit zet je een spelletje op je telefoon als je die hebt. Ja. En probeer ook nog nu met lekkere weer naar buiten te gaan. Want dat is ook, lekker en belangrijk. Zeker, maar zeker. Hou dan wel natuurlijk afstand, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, 1,5 meter, hè? Ja. Ja. Nou ja, hey, en voor de begeleiding als laatste. De begeleiding, heb je daar nog tips voor? Nou ja, wat ik zelf wel heel leuk vind, is als ze de begeleiding met beeld bellen. Dus als de begeleiding dat kan en de cliënt dat ook heeft, zeg maar. Is dat wel heel erg leuk dat je ook iemand kan zien. Ja, dat snap ik. Net zoals wij nu doen. Ja. Nou, mooi. Hey Annette, dankjewel voor je verhaal. Ja. Ja? Nou, doei. Oké, doei. Annette, dankjewel voor deze goede tips. Daar hebben we vast allemaal wat aan. Op dit kanaal, Topperkanaal, hier bij YouTube, kun je ook een heleboel leuke ideeën vinden om te gaan doen met elkaar. Filmpjes van de afdeling beweging, maar zo zijn er ook bijvoorbeeld lekkere recepten en knutseltips. Zondag is het alweer Palmpasen. Normaal lopen we dan met elkaar een optocht. Maar zoals ik het vorige journaal ook al vertelde, kan dat dit jaar helaas niet doorgaan. Jan de Vries zal een mail sturen naar alle woningen. En in die mail zit een link naar een filmpje, zodat we met elkaar kunnen genieten van de optocht van andere jaren. Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar met elkaar deze optocht wel weer kunnen lopen. Daar gaan we wel een beetje van uit hoor. Er gebeuren heel veel leuke dingen binnen Sherpa. En al die leuke dingen, daar hebben we ook wat berichtjes over. Zo was er bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bezoekclown. En de bezoekclown is bij een aantal groepen al langs geweest. Daar hebben we ook wat beelden van. Kijk maar.
u nou zelf ook een bezoekje willen van de bezoekclown? Of misschien nog wel een keer? Dan kun je voor dinsdag 7 april een mail sturen naar evenementen@sherpa.org. En wie weet komt de bezoekclown dan wel bij jou langs. Ook kun je via sherpawensboom.nl een aanvraag indienen. En zo was daar de aanvraag van de Swinstraat. Zij wilden wel heel graag een logeerkip hebben in deze periode. Nou, dat hebben we voor elkaar gekregen. Er is er een hok gebracht en 2 mooie kippen. Zeg mensen van de Swinstraat, laten jullie even weten hoe de eitjes smaken. Op 2 april hebben we binnen Sherpa een aantal locaties heerlijke broodjes gekregen van het bedrijf Marquise Catering. Zij konden de broodjes niet meer op de scholen leveren waar ze dat normaal deden. En dus belden ze Sherpa of ze die bij ons mochten leveren. Nou, daar hebben we met z'n allen lekker van kunnen smullen. Dankjewel, Marquise Catering. Heb je nou ook een aanvraag of een leuk idee? Stuur dan naar www.sherpawensboom.nl je aanvraag. En dan gaan wij kijken of we hem kunnen vervullen. Maar misschien heb je ook wel een vraag over het coronavirus. Of hoe we dat binnen Sherpa doen. Dan kun je de vraag sturen naar topper@sherpa.org. Iedere dag kun je luisteren naar Baren FM. Dat kun je ontvangen op de radio op 105.5 FM. Iedere dag is er tussen 12 en 1 een radioprogramma waar je plaatjes aan kunt vragen. Baren FM heeft ons laten weten dat ze het heel leuk zouden vinden als jullie ook een plaatje zouden willen aanvragen. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar actueel@rtvbaren.nl. Ik ben benieuwd of jullie kunnen luisteren en dansen natuurlijk op het plaatje wat jullie hebben aangevraagd. Als je nou niets wilt missen van dit journaal, geen enkele aflevering, dan kun je hier op een knopje drukken zodat je kunt abonneren. Dat kost geen geld, maar dan krijg je iedere keer melding als er een nieuw filmpje is. Dinsdag is er weer een nieuw journaal. En dan gaat Michel ons vertellen hoe ze het op de hokkenwaai doen, nu de coronavirus er is. Wat ze daar de hele dag doen om het toch zo leuk en gezellig mogelijk met elkaar te houden. Kijk je dinsdag ook weer? Tot die tijd onthoud. Toppers doen het samen. Bye.